Belangrijke dag voor mij, want Fysio komt vandaag voor een check-up van Baloo. Gisteren heb ik echt een fantastisch fijne les van Jill gekregen hier. Eigenlijk moet je dan richting die wending, moet je al voelen van oké, die richting van dat lichaam, die rotatie, die moet iets veranderen. Begint het echte onderzoek, dus ik ben zeer benieuwd wat er allemaal te vinden is. En eigenlijk was ze wel positief, waren nog steeds wel wat dingetjes in haar lijf. Ik zat te denken, wij zijn toch nooit bij elkaar in de vlog geweest? Oh, ik zit helemaal onder het zand. Maar nou de vraag, als je dit zo ziet, welke kleur gaan we erin doen? Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Het is vandaag woensdagmiddag. Belangrijke dag voor mij, want Fysio komt vandaag voor een check-up van Baloo. Ik ben super benieuwd. Ik ben een tikkeltje gespannen. Dit zijn altijd van die dingen, als die checks ook goed zijn, dan is mijn gevoel helemaal goed bevestigd. Maar het is toch altijd even spannend. Gisteren heb ik echt een fantastisch fijne les van Jill gekregen hier. En zij had voor mij een stukje gefilmd. Dus daar gaan jullie nu eerst eventjes naar kijken. Ga maar ietsje toe. Nog ietsje meer, dat je ietsje nog naar... Ja, daar, precies. Dat je die schouders zo mooi voor je hebt. Ja. En naar de hand toe. Vanuit het achterbeen. Ja, netjes. Zo, ja. Ja, daar, precies. Precies dit. Kom maar, nog een beetje aan de buitenkant. Dan komt de schouder iets aan de buitenkant. Goed zo. Ja. Let op, het gaat recht op het hek af. Dat kan niet. Okay. Ja. Ja, en rijden. Voor achter de neus aan. Ja, daar ja. Daar ja. Ja. Ja, 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 ja. Het is heel mooi zacht op de binnenkant. Goed zo. En rijden. Achter het neusje aan. Want nou mag je iets meer achter het neusje aan gaan draaien. Als ze de goede richting beweegt, dan kan je ietsje gewoon... Ja, precies. En dan komt ze iets meer vanuit achter nog in de aanspanning. Ja, zo. Zonder heel veel te rare dingen te doen. Iets meer gewoon je hand loslaten. En daar achteraan. Ja, daar. Precies. Kijk, dat is het. Dit is het. Dit houden. Ja, precies. Ja, dat is echt go with the flow. Ja. Achter de oortjes aan. Juist, goed zo. Daar ja. En alleen lichtjes sturen met de schouders. En weer sturen en weer rijden. Andere hand een keer. Sturen met de schouder. Ja, zo ja. Goed zo, mooi. Naar de neus toe. En dan moet je echt... Eigenlijk moet je dan richting die wending, moet je al voelen van oké, die richting van dat lichaam, die rotatie, die moet iets veranderen. Dus die buitenkant, die moet iets van mij af gaan lopen. En ik moet een beetje ruimte krijgen op het binnenachterbeen. Ja, super. Goed zo. Dus je moet eigenlijk een beetje je buitenvoet bijna van je afsteken, zeg maar. Ja, dat is heel dom gezegd, maar juist dat buitenkantje moet een beetje meer ruimte pakken, hè. Dus die moet ietsje meer... We moeten absoluut niet die buitenvoet naar de grond... Ja, zo ja. Die moet je absoluut niet naar de grond stampen, die buitenvoet. Want dan kan ze daar niet heen. Dus je wil eigenlijk dat dat binnenachterbeen een beetje onder jouw voet... Of onder doorglijdt, zeg maar, schuin, diagonaalsgewijs. Juist. Braaf. Ja, super. De hele vlog te maken. Juist. En dan gaan we voelen op die hals.
En als het echt te moeilijk is, dan laat je even je buitenteugel helemaal ontspannen. Ja, laat maar los. Laat maar los. Ja, goed zo. Goed zo. En dan pak je je buitenteugel er weer ietsje bij, maar dan naar buiten. Ja, want dan reageert ze daar ook weer veel beter op, hè? Ja, super. Netjes. Dat is het. Ja, dat was goed aan. Dat was goed vanuit binnen achterbeen. Netjes hoor. Dan ga je ze daar kunnen eraf wanneer je het wil. Ja, als het goed is, is het goed, hè? Dan is het ook gewoon. Let op, ja, zie je, nu is het er even weg, dat knikje. Buitenhanden. Kijk, nou zit dat plopje bij die hals nog een beetje. Dus dan anders, als je het te moeilijk vindt, dan laat je even je buitenteugel los. Stel je door de binnenkant. Nog ietsje meer opbouwen aan de binnenkant. Nog meer. Je mag gaan draaien. Zie je dat ze dan allemaal gaat zoeken in de ja, zo. Braaf. Kijk, nou kan je buitenteugel wel. Buitenhand naar buiten. Ja, zo. Ja, nu heb je hem weer. Hier. Ja, super. En dan vanuit binnenachterbeen. Dus als je op je buitenbeen staat en je gaat toerijden, dan trekt hij met zijn buitenachterbeen aan. En dan rij je hem weer naar zijn binnenvoorbeen toe. Snap je? Dus je moet heel erg opletten dat je hem eigenlijk, dat als je toerijdt, ja, maar dat hij als het ware met zijn linkervoorbeen gaat uitzwaaien. Als je toerijdt. Ja, dus hij moet dan op het binnenachterbeen zakken. Nu laten mijn video skills even te wensen over. Ja, goed zo. Ja, nou is ze weer hol. Dat zie je aan die hals heel goed. Dat kan je op de film niet eens zo goed zien. Het is dus echt onwijs tof en stoer dat het steeds meer op zijn plek begint te vallen. Kan me dan ook bijna niet voorstellen dat de fysio niet tevreden zal zijn. Maar ja, goed, je weet het nooit. Het is wel echt belangrijk dat dat ook goed is. Hallo wifi! Dus dat staat vandaag op de planning. Daarvoor wilde ik er heel eventjes longeren. Maar eigenlijk wilde ik Tissy ook eventjes pakken. Want die had gisteren een wat dikker beentje. Die had een wondje op haar been. En dat was ietsjes dikker geworden. Dus vanmorgen en gisteravond heeft de stal-eigenares het al voor mij gekoeld. Echt super fijn. En eigenlijk wil ik dat natuurlijk vandaag zelf nog een keertje doen. En even voelen of dat het pootje dik is en dat soort dingen. Maar Baloo staat nu ook aan het hek. Dus misschien neem ik die wel eerst even mee. En ja, het is weer kloten weer. Dus ik heb mezelf warm ingepakt. Petje opgedaan. Capuchon erop. En dan hoop ik dat ik het in ieder geval niet koud krijg. Het is toch eerst deze kleine meid geworden. De verzopen kat. Ga ik even lekker poetsen. Voetjes schoon spuiten. En dan even voeren. Dat is de verkeerde stap voor jou. Eventjes quality timen. Nou, Tissy staat weer terug in de paddock. Die ging ontzettend braaf met poetsen en met voetje spuiten. En die ben ik dus aan het leren om vast te staan. Dus dan doe ik nu mijn touwtje door de tralies heen. En dan kan ze niet gaan hangen, want dan laat ik gewoon los. Maar dan snapt ze wel dat ze daar moet blijven. Dat gaat eigenlijk heel goed. Nummer 2 staat hier. Die ga ik snel eventjes nog longeren. Zodat de fysio ook nog voor het laatste deel nog een stukje mee kan kijken. Want die is namelijk onderweg.
Het is echt pet weer, dus de camera laat ik binnen. En ik zal proberen een stukje met mijn telefoon te filmen. Maar als het echt mega hard gaat regenen, pak ik die er ook niet bij. Dus zie ik jullie zo weer bij de fysio. Femke is aangekomen. Oh, dat vindt Baloo erg gezellig. Ze was aan met het longeren. Ik kwam aan. Femke kwam aan en Baloo ging aan. Dus dat was erg grappig. Maar nu begint het echte onderzoek. Dus ik ben zeer benieuwd wat er allemaal te vinden is. En Baloo? Ja. Ga ik even mijn camera wegleggen, kan ik me op jou focussen. Nou, ja? Deze meid is klaar, want het was echt een opgave vandaag. Ze had, ze was dwars. Nou, ik weet niet of het echt dwarsigheid was, maar ze had een kleine spanningsboog. Oh. Ja, en ze gaf ook op de punten waar ze het moeilijk vond, gaf ze ook wel duidelijk aan van, oh, dat vind ik gewoon echt wel wat lastiger. Ja. Wat ik met name merkte, is dat ze het stukje in de lage rug vooral het strekken nog lastiger vond. Mm-hmm. En wat ze ook tijdens het longeren zei, dus van, oh, je ziet ook wel dat ze gewoon eerder buigt dan het strekken doet. En dat het ook wel wat bij haar bouw past. En met de bollen dat ze dat laatste stukje nog last vindt, dat ze wat naar voren wil gaan om het te compenseren. Rechts vond ze qua inbuig dan nog wat lastig en links merkte ik met het kantelen van het bekken dat ze het strekken dan qua spierspanning wat lastig vond. Mm-hmm. En de spierspanning was hier dan iets hoger. Verder wat betreft de hals merkte ze dan het inbuigen naar links dat ze dat nu met name wat lastiger vond. Ja. En dat was vooral dan het hogere stukje. Ja. Wijst ze nu naar rechts, maar was dus links. Ja. Stukje achter de oren, maar dan merk je ook wel mentaal dat ze dan zich een beetje opdrukt en wanneer ze ontspant dat het alweer wat makkelijker gaat. Ja. Rechts vond ze nog ook wel lastig, maar links dus ten opzichte van de vorige keer nu iets moeilijker ten opzichte van de vorige keer. Oké. Dus een kapot paard valt mee. Nou, ik zie vooral paard wat zich, waar we het ook over hadden, je bent meer van er aan het vragen, dus dat die balans weer aan het zoeken is, dat is helemaal niet erg. Nee. Wat ik positief vind is dat ik geen pijnpunten kan forceren in de hals. Je ziet wel dat ze het moeilijk vindt, maar ja, dat weten we ook. Ja. Dus het is vooral kwestie, ik heb het nu gemobiliseerd. Vooral de eerste wervels tot halverwege, dat ze daar meer ruimte heeft. Maar ook weer niet in één keer te veel ruimte. Ja. Dus dat ze daar weer opnieuw die ruimte kan gebruiken en de balans kan weer vinden. Mm-hmm. En dan ja, dat blijven evalueren hoe ze dat doet. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Nog trainingstips? Vooral afwisselen, maar dat heb ik vaker gezegd. Een beetje herhaling, maar dat is wel echt heel erg belangrijk. Wisselen qua gewoon wat je doet, dus longeren, rijden, even het werk aan de hand. Ja. Maar ook wisselen in tempo, wisselen in hoge halshouding. Baloo is er helemaal klaar. Ze is echt helemaal klaar, ja. Dat is goed, lieverd. Vooral veel variatie aanbieden. Ja. Kijk, je wil daar ietsjes richting het overbelasten om een grens op te zoeken dat ze weer sterk kan worden. Ja. Maar je wil zeker niet eroverheen gaan. Nee. En om dat te voorkomen wil je vooral veel afwisselen. Ja. Dat is goed voor een stukje, ook mentaal. Ja. Maar ook een stuk bewustwording van waar is er lijf en wat kan ze ermee. Ja, precies. Dat spreek je daar veel meer mee aan dan dat je vergelijkbare dingen vraagt. Niet van een stukje hooi schrikken. Oh, ze is een beetje dwars vandaag. Maar goed. Ja, ze staat wel aan. Ja, dat zeg je heel goed. Ja, ze staat aan. We gaan er lekker een deken op doen en dan kan ze terug naar de vriendin. Ik ben weer lekker warm thuis. Echt zeiknat geregend. Wat een klote weer, als ik dat zo mag zeggen. Ik heb er echt een hekel aan. Ik vind regen het ergste wat er is. Het mag voor mij lekker koud zijn. Dat vind ik allemaal prima, maar regen, oh, verschrikkelijk. Kan ik heel slecht tegen. Dus ik ben eindelijk weer opgewarmd en mijn vingers hebben weer een normale kleur, want die waren helemaal paars uitgeslagen. Dus ik dacht, ik prijs jullie nog even bij. Ik heb namelijk Baloo, toen Femke reageerde dat ze nog een half uurtje onderweg was, aan de lounge gedaan. En dat ging eigenlijk heel erg goed tot Femke kwam en die zette haar krukje ergens neer. En dat vond Baloo mega spannend en die bleef daarop loeren. Dus die was heel erg zo van, heel gespannen om maar zo te zeggen, helemaal aan. En ze liet echt nog steeds wel goede stukken zien, maar daardoor niet de ontspannenheid die ze natuurlijk normaal heeft.
Dus ik zou van, nou, dat doet ze anders nooit, weet je wel zo. Dus dat was natuurlijk wel aan de ene kant ook grappig. Maar aan de andere kant zei ik ook, ja, dit is wel een beetje Baloo. Dus we hebben even lekker gekletst. Daarna heeft ze Baloo afgevoeld en behandeld. En eigenlijk was ze wel positief. Waren nog steeds wel wat dingetjes in haar lijf. Ik had ook niet verwacht dat alles in één keer weg was. Maar het was allemaal gevoelig en niet pijnlijk. En daar ben ik gewoon ontzettend blij mee. Want als het pijnlijk wordt, dan hebben we het dan over een ander verhaal. Maar dit paard geeft altijd heel duidelijk de grenzen aan, om maar zo te zeggen. En vandaag gaf ze heel duidelijk aan dat ze er geen zin in had. Ze had geen zin om stil te staan. Ze had geen zin om behandeld te worden. Ze had eigenlijk gewoon geen zin in. En het was niet, ze was een beetje gewoon vervelend. Wij hadden het idee dat het niet was omdat ze pijn had. Maar gewoon, ik heb er geen zin in. Weet je wel, echt zo merrieachtig. Dus ik zei, ja, de meid heeft een eigen karakter. Hè? Dat komt nu maar weer tevoorschijn. Dus daar hebben we ook wel om gelachen. Ze is dus helemaal behandeld weer. En we hebben nog geen nieuwe afspraak gemaakt. Want ik heb afgesproken dat ik het eerst even de aankomende weken weer aankijk. Om te kijken hoe ze gaat. En dan een inschatting maken over wat voor periode ze Femke weer langs moet komen. Dus dat is ook positief dat Femke niet zei, ik wil over 4 weken weer hier staan. Want we hebben natuurlijk de eerste periode om de 3 weken of zo een check-up gedaan. Dat is dus nu niet het geval. Dus dat is eigenlijk super positief. Ze zat dus wel weer op wat plekken vast. Nu ook aan de linkerkant van haar hals. In het midden. Toen zei ik, nou, dat herken ik niet. Als in, dat heeft ze nooit eerder gehad. Maar ja, we zijn natuurlijk heel erg met de stelling en buiging en rechtsom bezig. Dus ik kan me voorstellen dat dat stukje van dat stukje hals daar dan extra op moet. Hoe zeg je dat? Stretchen. En dat ze daar dus wel gevoelig op is. Ook positief dat ze in een zekere mate niet achteruit is gegaan. Ondanks dat we wel heel erg vooruit zijn gegaan in training. En dit blijft gewoon een paard wat echt een perfect management nodig heeft. Waar alles bij moet kloppen. Wil het allemaal goed lopen. Dus daar ben ik me zeer van bewust. En dat is geheel prima en oké. Als ik dat maar gewoon kan nabootsen. Of tenminste niet kan nabootsen. Maar als ik daar maar aan kan voldoen. Om haar ook op het niveau te blijven rijden zoals ik dat wil. Want dat is natuurlijk het belangrijkste. Want daarvoor heb ik er. En het hoeft dan niet meer Z-niveau te zijn. Maar dat wil ik wel gewoon zoals nu ook. Lekker een beetje L1 starten. Een beetje 90 parcoursjes rijden. Dat soort dingen. Dat vind ik gewoon ontzettend leuk om te doen. En daar heb ik er voor. Dus dat is. Dat lijkt gewoon allemaal nog steeds mogelijk. Dus dat is positief. Omdat ik ook zo goed positief nieuws heb gekregen van de fysio, denk ik dat ik me ook ga opgeven voor het springen volgende week op de vereniging bij ons. We hebben in theorie groen licht. Ze is niet verslechterd. Dat was natuurlijk een beetje mijn. Dat ik daar angst voor had, om maar zo te zeggen. Dus daar ben ik blij mee. Wat zou ik zeggen? We moeten veel blijven afwisselen. Dus dat gaan we ook de aankomende weken weer doen. Ik ga echt veel weer momenten inplannen. Dat we niet alleen maar blijven dressuren. Of dressuurwerk aan de longe blijven doen. Want daar wordt ze gewoon niet zo heel blij van. Ze vindt dat gewoon moeilijk. Dus ik wil lekker, volgende week heb ik vakantie. Lekker met haar naar het bos. Lekker springen. Lekker dressuren tussendoor. Weer het werk aan de hand oppakken. Gewoon heel veel verschillende dingen doen. Dat staat op mijn planning. Dus ik denk dat we dat ook maar gewoon lekker door gaan pakken. Jurie heeft vanavond een kerstborrel. En ik niet. Dus ik ben heerlijk home alone. En ik ga lekker eten bestellen. En ik ga lekker vast douchen. Zodat ik op de bank kan liggen. En niks meer hoef te doen. Oh, helemaal zin in. En nu ga ik even lekker bedenken wat ik dan voor eten ga bestellen. Want dat weet ik nog niet. En dan zie ik jullie denk ik vrijdag weer. Dus tot vrijdag. Hoi allemaal, het is vandaag vrijdag. Ik heb vakantie, heerlijk. En ik zit in de auto, want ik ga namelijk Sanne van het station afhalen. Sanne en ik hadden afgesproken om een heerlijk paardenmiddagje te doen. Maar die is volkomen in het water gevallen, letterlijk en figuurlijk. Want het regent hier denk ik al 48 uur. Het is echt verschrikkelijk weer. Ik denk dat het echt nog nooit zoveel zo hard geregend heeft.
Dus Baloo krijgt vrij vandaag. Maar we gaan wel eens nog even langs. Ik moet de bakjes vullen. En ik wil ze heel eventjes nog in de bak gooien. En misschien gek 5 minuten of zo. Dus dat in ieder geval. Dan blijft ze lekker gezellig eten. En ik denk dat we heerlijk vanavond een kerstfilm of zo gaan kijken. Het is echt kut weer. Dus nou, op naar het station. Nou, Sanne is aangekomen. Sanne is klaar mee. Nee. Nu al. Ik zat te denken, wij zijn toch nooit bij elkaar in de vlog geweest? Nee, wij doen altijd privé afspreken, ja. Zonder video. En... Dan ga ik nu mijn hele levensverhaal vertellen. Ja. Nee. Hallo nee, Sanne. Dat is ook. Oh, hoi Sanne. Hoi, hoe gaat het met je? We gaan nu echt met je. Oh, wil je erover praten? Nee. Ik wil gewoon zomer. Ja, wij willen zomer samen. De paarden staan hier ook echt dat je denkt, oh, arme kinders. Ik voel je. We gaan even de bakjes vullen en ik ga eventjes het stalletje laten zien, want hier ben je ook nog nooit geweest. Nee, ik heb nog nooit jouw paarden ontmoet. Nee, dat vind ik ook gek. Ja. Wij doen echt alleen maar eetafspraken. Ja. Ook echt, ja, heel gezellig altijd. Maar nu eventjes dus een paardenmiddagje die in het water gevallen is. Dus, proberen uit de auto te gaan. Ja, moet verzamelen. Ik ga wel de camera binnen laten, want het is echt, het regent echt hard. Ja. Dus. Holy shit! Baloo! Oh, ik zit helemaal onder het zand. Jezus. Oeh. Oh, en dan zou je zusje op naar, hè? Oh, jongens toch. Nou, zijn jullie klaar? Nee, dus. Hey Tish. Hey Tish. Lekker, hè? Ja, echt niet normaal. Ja, echt hoor. Kom maar. De bak is denk ik nog nooit zo nat geweest. Ik ben zo blij met deze outdoor laarzen. Dat moet ik wel even meegeven. Wij zijn thuis. Sanne ligt samen met Rakke op de bank. Die heb ik een kerstkransje gevoerd. En die zijn lekker chill. Er lag dus een heel schattig cadeautje voor mij op stal klaar. En die wilde ik nog even aan jullie laten zien. Ik weet niet of je het kan zien. Een sneeuwbal. Of een kerstbal, sorry. Kun je het zien? Ja. Heel schattig, hè? Echt zo leuk. Als cadeautje dus van stal. Dat zat hierin. In een sok. Met een kaartje. En lekkere chocolaatjes. Had ook een heel cute kaartje. En over kaartjes gesproken. Ik heb nog meer schattige kaartjes gekregen vandaag. Ik drijf de camera om. Namelijk deze van mijn vriendin. Feline. Echt heel leuk.
Bedankt voor alles dit jaar. Op naar nog vele mooie avonturen. Dus dat vond ik heel leuk. Het ligt sowieso helemaal vol, zoals jullie kan zien, met kaartjes. En deze, echt geweldig. Even een scherp stellen, want het is hier al een beetje donker. Kan je het zo zien? Zo dan. Heel leuk. Oh, nou. Echt zo leuk. Van Nikki van Foto en Grafie, waar ik de laatste keer een shoot mee heb gehad. Dus dat is wel... Ik wist helemaal niet dat het nog steeds zo in was om kerstkaartjes te sturen. Maar ik krijg toch ieder jaar nog steeds best wel wat kaartjes. Dus ook die voegen we weer zo aan de kaartjes toe. Cute. Nou, Sanne. Die ligt hier lekker op de bank. Ik blijf slapen, denk ik. Nou, dat is helemaal prima. Het is helemaal movie night. Ik zit helemaal onder het zand nog van de paarden. Want die waren echt lijp vandaag. Die hadden het erg naar hun zin. Maar rakker wat minder. Was wel even nodig volgens mij. Ja. En ik had het plan om anders mijn haar lekker te verven. Kun je me mooi helpen? Heb je dat wel eens gedaan? Nee. Lijkt jullie dit een leuk idee? Lijkt jullie dit een goed idee? Anders kun jij mijn haar verven. Nou, dat, ik denk dat we dat gaan doen. Leuk idee. Nou, Sanne vond het inderdaad ook een goed idee. Maar nou de vraag, als je dit zo ziet, welke kleur gaan we erin doen? Het zijn dus, wat ik ook tegen jou zei, spoelingen. Dus het is niet, het is geen blijvend iets. Hopelijk. Ja, dit is wel... Kijk, hier staat dus ook op wat het wordt. Oh ja, wacht. Ja, ja. Oké, wacht. Want jij hebt nu een beetje... Ja, wat heb ik nu? Ja, dit en dit en dit. Welke heb ik nu? Het is nog wel wat blond. Het is een beetje dit, maar ook wat plukken van heel licht wel. Dit is wel meer winters. Ik vind dit wel wat spannender dan dit. Gaan we vandaag voor spannend? Ja. Oké, okay, let's go. Nou, we hebben het dilemma. Dilemma vrijdag. Deze willen we, maar die is al half op. Ja. Want was al een keer mislukt. Oh, nee. Het pakte toen niet echt. Nee, dus ik denk dat dit dan misschien te weinig is voor als het moet pakken. Want dan moet je toch royaal beleggen. Royaal smeren, nou. Royaal beleggen? Ik weet het niet. Ja, ik weet het ook niet. Coral gold. En deze is nog vol. Het is jammer dat jullie nu niet live kunnen meestemmen. Dit is wel de veilige optie. Ja, maar we houden toch niet van veilen? Nou, de laatste tijd vind ik... hou ik daar wel van. Ik snap je. Of doen we zo half-half? Nee, dat ga ik jou niet aandoen. Nee. We kunnen wel bijvoorbeeld... Ja, maar als het echt een mega andere kleur is... Kunnen we niet eerst op jullie... Jullie? Wil ik niet kiezen? Of rakker? Oh, zijn oortjes. Doe ze ene oor die kleur? Oh nee, shit. Chili. Chili. Ja, maar kijk, het zijn dus ook wel 100 milliliter. Maar er staat dat je echt wel vaker kan gebruiken ook hoor. Dit is echt een beetje, we gaan uit. Twerk ik zo in je gezicht. Dit is zo thumbnail. Ben ik in mijn gezicht getwerkt? We gaan op de knieën ook. Echt. Ja, maar dan kan ik het ook niet zien. Doe je dat vaker? Nou, mevrouw. Dit is maar. Oh, dit wordt helemaal niks. Ik weet ook helemaal niet hoe dit moet. Oké, ik denk niet dat het handig is. Dat denk ik ook misschien niet. Ik gewoon blijven je ziet staan. Het later wel. Ik durf mijn hoofd dus niet omhoog te kantelen. Nee, dat zou ik ook maar niet doen als ik jou was. Het zit erin. Nu ga ik. Nu gaan wij lekker beneden verder chillenbillen. Is het gelukt, kapster? Daar ziet het wel naar uit. Maar we komen graag later bij jullie terug. Nou, gaan we eventjes een half uurtje wachten. Zo, ik heb het droog gemaakt. Iets uitgespoeld, droog gemaakt. Maar het verschil is weinig. Dus ik denk dat ik van de week ook dat donkere pakje erbij ingooi.
even kijken hoe het dan is. Sanne heeft het nog niet gezien. Die zit lekker beneden op de bank met Rakker. Het is iets warmer, maar niet mega veel. Dus ik ga even een shirt aantrekken en dan naar beneden. Sanne, een reactie filmen. Ben je? Wat is gebeurd? Bijna niks. Oh, echt? Ja. Oh. Ik zal. Ga je reactie filmen. Zijn zaklamp erop. Oh, hoppatee. Valt wel mee, hè? Oh, maar je ziet met dit licht wel een beetje zo'n gloed erover. Nou, die zie je hier niet echt. Maar je ziet het niet met geel licht. Nee. Ik denk dat als je buiten bent, niet nu. Misschien in de zomer weer een keer. Dat je dan wel die gloed een beetje overheen ziet. Nu ja, maar het is niet niets. Mega. Nee. Nee, misschien dat er alleen een beetje zo'n waas. Zo'n roze waas. Maar dat zie je inderdaad niet in dit licht. Nee. Nou, morgenochtend maar eens kijken. En anders gooi ik lekker dat andere pakje er ook nog bij in. Nou, donker. Doe eens gek. Dan gewoon de andere kant op. Ja. Wat vind jij ervan? Had ik toch in jouw oren moeten doen. Ja, eens. Nou, ik ga bij deze video in ieder geval afsluiten. Want wij gaan lekker eten en lekker op de bank liggen vanavond. Heerlijk. Mochten jullie nou leuk vinden om een keer een video van mij en Sanne samen te zien. Laat ons dan even weten ook wat voor video jullie graag willen zien. Ik ga geen rare dingen doen. Gaat je maar even bukken, mevrouw. En dan zie ik jullie heel graag weer in de volgende video. Dus tot de volgende. Doei doei!